Dit is eigenlijk een heel simpel, maar erg lekker toetje. Zeer fris met de citroen. Het begint allereerst met het verwarmen van de citroensap en de poedersuiker. Dat laat je dus oplossen. In een ander pannetje schenk je dan de slagroom. Dat breng je tegen de kook aan. Wanneer de suiker is opgelost en de slagroom tegen de kook, voeg je het suikermengsel bij de slagroom. Dat meng je goed door. Dat verdeel je over de glazen en dat laat je minstens 3 uur opstijven. Lekker met bijvoorbeeld een koekje.